Bij een soort machtsvertoon zetten arrestatieteams van de politie van de morgen uit Eindhoven onderzoek bij het clubhuis van de Hells Angels in Haars. De Fiat, de opsporingsdienst van de belastingdienst, verdenkt de Hells Angels van witwasken. Maar met concreet bewijs komt de politie vanmiddag nog net. Het is namelijk nog onbekend werd de politie krijgt naar op ziekwest had. Wat we weten is dat een arrestatieteam van de politie van de morgen tussen zon en 8 uur op dit industriegebied in Haars 2 invallen die een had. Het gebeurde aan de Kelvinstritte, dat een garagebox iepen maken waard. En een stukje verderop bij de Marconistritte, bij het clubhuis van de Hells Angels van Chapter North Coast. Vrienden, hier weer bij het 25-jarige bestaan van Chapter North Coast nog een verkeerscontrole bij het clubhuis. Toen waren de iepensteende boertes in en 2 mensen aanhouden voor het misledigen van de politie. Het wieren wij Jelve Tolven. Dat was het moment dat de politie en de Fiat klaar waren met het onderzoek bij het clubhuis van Chapter North Coast hier achter mij. En op dat moment kon ik de leden van de Hells Angels hier weer verom naar haar clubhuis in Haars.